Ik weet het nog goed. Ik zag de advertentie staan. 100 miljoen euro per maand verdienen. Als wetenschapper. Ik heb me aangemeld. En ik werd direct met een helikopter bij een berg gedropt. En wat er toen allemaal gebeurde, dat moet je zelf maar gaan bekijken. Als het goed is, zijn we hier op de goede plek, meneer hoe? Ja, jij mag mij Dr. Cosmo noemen, ja? Dr. Cosmo, ik ben meneer David, want ik ben officieel geen dokter, aangenaam. Oh, je bent nog helemaal geen dokter? Nee, en dat heb ik ook al in die helikopter gezegd, want dan vroeg je het ook al, die alweer weg is trouwens. Maar jij zat daar lekker aan die blueberry donut te smikkelen, en dat zag ik wel, dus ik dacht, jij bent ook gewoon Dr. Blueberry. Ja, nee, zo werkt dat niet. Nee, je bent niet wat je eet, zeg maar. Tenminste, niet in mijn cultuur. Zeg, ik wil niet vervelend zijn, maar bent u een Duitse wetenschapper? Een Duitse wetenschapper? Wat is een Duitse wetenschapper, weet je wel? Wat is uw expertise? Want ik ben gevraagd door... Goedendag. Oh, wat is hij lief. Hoort hij bij de scenery, denk je? Ik weet niet. Hallo, meneer? We zijn inmiddels wel bij het lab. Het ziet er echt super vet uit. Maar terug naar jou. Ik ben zelf heel goed met dieren normaal gesproken. Kijk maar. Koe, zit. Nou, ik ben denk ik beter met dieren, want ik ben eigenlijk een chef-kok. Oh, chef-kok? Raket bouwen. Ik ben een chef-kok raket bouwen. Ben je een kok of ben je nou een wetenschapper? Hoezo zou ik nou weer een kok zijn? Ik maak raketten, ja? Oké, raketgeleerde dus. Prima. En ik ben bioloog in feite. Ik ben hier gevraagd, ik denk jij ook, om hier voor het bedrijf, ik ben de naam kwijt. Weet je, hoe heet het bedrijf? Hoe heet dat bedrijf? Ik kreeg gewoon zo'n heel leuk boekje van de bibliotheek waarin dat stond van, zoek jij een nieuwe baan? Zit je wel goed hier? Nee, ik was in de bibliotheek voor mijn andere boek. Nee, dit was bij een brochure wat ik had gevonden, ja. Nou, in ieder geval waar het om draait, is dat ik hier geld kon verdienen. Dus ik denk, let's do it! Een mooie, exotische locatie, flink betaald. En maar jij zit hier voor het geld? Ja, tuurlijk. En mogelijk krijg je collega's. Nou, maar wat ik hier moest doen, dat was mij niet verteld. En jou dus blijkbaar ook niet. Ik zat hier voor werelddominatie en destroying. Niet voor het geld. Grapje, meneer, grapje. Dat is mijn humor. Ja, oké. Nee. Ja, dat is heel leuk. Ja. Hé, gaan ze hier konijnen fokken of zo? Moet je kijken hoeveel eten? Dat weet ik niet, maar misschien is het wel gemuteerd eten, ja. Wat is dat? Wat is dit? Wat gaan we hier doen? Niet vallen, hoor, meneer. Nee, ik zal het even aan u uitleggen, maar dit herken ik natuurlijk uit Duitsland, want ik heb zoveel boeken hierover gelezen. Ja. Dit is de Kooi 3000, ja? Huh? Ja, je zal denken dat je hier cactussen in moet stoppen of... Ik zou niet eerst zeggen nee, dat zou ik niet doen. Nou, dat zullen de meeste mensen wel zeggen die dit zien. Die denken, daar moet een cactus in, maar dat moet helemaal niet. Nee. Wat je hierin kan doen, ja, je kan hier mooi een standaard inzetten, ja? En dan kan ik daar mijn raketmotoren testen van mijn rocket science. Je wil wel heel graag weg hier, of niet, met je raket? Waar gaan we naartoe? Waar gaat de reis naartoe? Nee, we gaan nergens naartoe. We zijn hier voor onderzoek. Oh, wij zijn hier gekomen voor onderzoek, niet om weg te gaan. Niet gelijk heel snel naar achteren kijken, maar je hebt een aanbidder. Ik denk, ik zeg het. Ik een aanbidder? Oh, dat is zo lief en zo mooi. Wat een mooie koe is dat, hè? Oh, ben je lief. Ja, maar jij was goed met dieren, zei jij. Ja, heel goed. Maar dan ik wil neem eigenlijk... meer dan. Oh, er zit een kat binnen. Daar gaan we zo meteen in. Ja, laat die stomme koe. Dat vind ik geen dier. Dat is eten. Bij mij. Altijd. Zeg maar. Hey, wat is dit? Oh, dit raad alsof wij hier met satellieten kunnen praten. Of iets met planeet X of zo. Planeet X? Ja, planeet X niet? Ik ken wel planeet Ei, maar X niet. Een Ei, dat is als je bij de kippenboer linksaf gaat. Dan kom je bij een restaurantje, die heet planeet Ei. Dat is heerlijke omeletten en... Maar niet altijd alles geloven wat je op de televisie ziet. Dus je wou zeggen dat kippen niet bestaan. Kip? Wat is een kip? Ach, mijn god. Hey, zou dat erg zijn als je hierin gaat staan? Nee, oh. Terugkomen. Okay. Daar moet er niet overheen gaan, hè. Wat betekent dit dan, dat zwart-wit? Ja. Dat is dangerous. Oh, maar zo zie jij er ook uit. Natuurlijk, ik ben dangerous. Zo. Nou, je klinkt wel als een of andere ethisch popband. I am dangerous. Dangerous, oh no. Nee? Jullie hebben geen gevoel voor humor en muziek? Oké, top. Laten we naar binnen gaan dan. Trouwens, er is nog heel veel ruimte over hier, zie ik. Ja. Wat moeten we hier dan doen? Wat moeten wij hier doen? Wat denk je wat wij hier moeten doen? Nou? We gaan hier een enorm grote raket bouwen, ja? Oh, voor jouw planeet X. Planeet I. Nice. Planeet X, oké. Okay. Ja.
Nee, is goed. Dit is het laboratorium. Na u, meneer. Ja. Dankjewel. Welkom in mijn laboratorium. Dit is niet jouw laboratorium. Dit is mijn laboratorium en jij komt hier werken met mij. En zodra je binnen bent, is het ons laboratorium, ja? Dit is mijn laboratorium, nou. Oké, weet je wat? Ik heb mijn voeten niet geveegd en ik ben binnen! Ja, het is jouw laboratorium, jij moet schoonmaken hier. Oh, ik niet. Dat is ook weer zo. Hé, onze pakken! Wat is dat? Dat zijn onze... Werk jij nooit met labpakken? Doe je dat altijd gewoon in je normale pyjama? Waarom denk je dat ik er zo uitzie? Ik denk, ik ga het niet vragen, want dat is natuurlijk niet netjes. Maar ik raad aan om die van jou ook te pakken. En er is ook een poes. Oh, hallo? Mauw. Wat? Mauw. Oh, die heet meneer Mauw. Mauw. Nou, jij was zo goed met dieren. Laat hem eens eventjes jou dieren. Volgen. Ik word aanbid door dieren. Ja, kijk, ja. Hij zit hier ook al op mijn... Hij zat de hele tijd al. Oh, lief poesje, hallo. Miauw. 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 Ja, is heel lief. Maar laat hem eens met je meekomen gaan dan. Doe eens. Okay. Ja, maar ik denk dat hij een beetje bang is voor jou. Voor mij? Nou, oké, dan ga ik hier staan. Doe maar. Ik ga maar kijken of je een stukje met hem kan lopen. Lieve miauw, kom, we gaan lekker naar buiten toe naar meneer Koe. Kom. Hij komt met me mee. Nee hoor. Jawel. Oh, ik denk dat ik zal je dit bedoelen. Kom, daar gaan we. Hallo meneertje Mauw. Hallo. Ga je lekker weer bij mee? Kom maar. Hij staat. Oh, jij hebt het wel beter gedaan, ja. Meneer Mauw, kom maar. Gaan we mee naar buiten. Kom maar. Ja, kijk. Oh, hij vindt jou echt lief. Oké, maar ik weet niet of hij naar buiten mag, want hij is niet... Is dit nou mijn kat? Heb ik nu een kat? Hoezo heb jij een kat? Dit is mijn huis. Oh, begin je dat weer. Nou, vertel eens even meer over je huis dan. Als je hier binnenkomt, ja? Ja. Altijd die schoen uit. Altijd! Ja. Mm-hmm. Nee, je kan niet zomaar je pak uit doen. Ja. Oh, man. We moeten hier even rondkijken. Ik ben er ook voor de eerste keer, ja? Het was toch je huis, man. We gaan wel kijken. Dit is een werkplaats, zo te zien. Met een aanbeeld. Wat zijn dit voor dingen? Oh, dit weet ik nog wel van mijn dronken tijd. Hier kan je heel veel drank in. Ik bedoel, hiermee kan je chemicaliën mixen, ja? Oh. Geen drank. Oké, nee, precies. Hieronder zit dan een oven. Heel handig. Opslag. Hier kunnen we dingetjes samenstellen, maar dat kan ook hier. Ja. En hier is een kluisje speciaal. Oh, daar moet je afblijven. Afblijven. Waar dan? Dat is van mij, dat is jouw kluis. Oké, nee, prima. En wat zijn dit dan voor dingen, meneer? Ik weet het allemaal wel. Wat de hel zijn dit? Kippen! We hebben kippen! Nee, dit zijn kleine dino's. Nee, dat zijn kippen. Wat is een kip? Oh, je bent echt de slechtste wetenschapper ooit, volgens mij. Hoezo weet ik? Ik ben Dr. Cosmo en dit zijn dinosauriërs, ja? Dat zijn die kippen! Die hebben het altijd al overleefd, al die jaren lang, ja? Weet je wat we ermee gaan doen, meneer? Weet je wat we ermee gaan doen? Ja, niks. Als ik onderzoek, toch? Als ik uiteindelijk dan die raket heb gemaakt, ja, dan doen we een heel klein helmpje op en dan stuur ik hem naar planeet X. Oh, dat is eigenlijk al wel slim, maar dan hoeven wij niet als eerste. Ja. Ik snap je. Ik snap en het. Omdat ze al zo lang hebben overleefd vanaf de dino-tijd, moeten ze dat ook kunnen overleven. Klinkt logisch, maar ik weet niet of het te maken heeft met hun eigen weerstand. Meer dat ze misschien steeds mazzel hebben gehad. Daar komen we wel achter. Wat zijn... Mazzel, ja. Wat zijn dit? Voorraadkisten. Niet alles is klaar, zo te zien. Zouden we er iemand... Oh, je gaat er al gewoon in kijken, ja? Het is ons laboratorium, toch? Jouw laboratorium en ik werk hier, maar kijk... Ja, natuurlijk. Heel veel dingen van ijzer. Okay. Oh ja, dit heb ik allemaal verzameld. Nee, dat is een grapje. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Heb je niet gedaan. En hout. Ja. En boekjes, maar daar zit niks in. Oké. Oh. Dit is voor jou waarschijnlijk, voor je raket. Oh ja, ik zie dit allemaal al zo. Hier kan ik de superraket 3000 meemaken, ja. Precies, en hieronder is wel een beetje gevaarlijk. Dat wil ik wel, maar zal ik het mee mogen nemen, denk je? Dat weet ik niet. Ik zal even eerlijk zijn, we moeten nog even boven kijken, maar ik... Kijk. Oeh, die ziet er raar uit. Ja. Wil je die hebben? Die doet boom. Nou, dat weet ik helemaal niet of die boom doet, ik heb hem toch gewoon in mijn hand, man. Ja, nu nog niet. Ik zou ermee oppassen als ik jou was. Ik ga naar boven, ga je mee, Duitse eenheid? Ja, ik loop graag, maar doe mee. Helemaal goed. Nou, een balkon en voor de rest niks. Dit heb ik altijd al willen hebben, ja. Wat, de achterkant van een bord? Achterkant van een bord? Dit is een kleine bioscoop. Och, je gaat hier een bioscoop maken. Dit is fantastisch. Ga je hier zo zitten zo en dan ga je zo kijken naar die mooie films. Dat is wel een probleem. Het is zo schön. Hoe noem jij dit dan als je daar zo'n ding opzet? Is dat dan volgens jou een beamer? Want Duitsers noemen ook hun BMW's beamers. Beam! Juist, beam. Oké, leuk.
Wat moeten we doen? Met onze vingers over elkaar gaan wachten of zo? Waar zijn onze opdrachten? Waar is ons werk? Waarom is hier niet iemand die zegt... Hallo, ik ben de eigenaar van dit bedrijf. Ga jij even dit doen? Ik heb werkelijk waar geen flauw idee wat ik moet doen. Wij kunnen proberen natuurlijk om die kleine dino's te melken. Andere opties nog? Nou, omdat jij zo maar naar binnen bent gelopen, meneer. En die aan mij heeft gevraagd van... Goh, hallo meneer, hoe gaat het? Heeft u misschien ook een brievenbus? Die hebben wij gewoon helemaal overgeslagen. Ja, kunnen we bij ook nog altijd kijken. We gaan kijken bij de brievenbus. Kom, wetenschapper Cosmo. Ik ben geen wetenschapper. Dokter Cosmo. Ik ben een dokter. Ja, precies. Ben je misschien een beetje ziek? Moet ik jou even onderzoeken, meneer? Nee. Ik ben wel meneer, niet dokter. Dat heb je goed. Dokter, meneer. Daar gaan we dan. Twee boeken en een... Super mega grasverpester. Oh, dat vind ik dat klinkt leuk. Mag ik dat hebben? Ja, ik pak de boekjes wel. Als jij dat ding dank maar, wel. Pas er wel een beetje mee op, hè? Pas er mee op, wat moet je mee doen dan? Ja, dat weet ik veel. We gaan de boekjes even lezen. Kom, we gaan lekker naar binnen. Oh, en ondertussen, waarom? Heb jij iets van eten gezien? Of gaan ze ervan uit dat we dat zelf moeten maken of zo? Ik weet niet of dit gemuteerd eten is. Nee, dat weet ik ook niet. Nee, gaan we wel even kijken. Het zijn gewoon. Het zijn doodnormale aardappels. Oh, dat moet je niet zomaar doen. Jawel. Dat kan ik niet tegen. Dat is zo hartverscheurend. Ben je niet erger als een veganist? Je bent zeg maar een ambt. Je hebt die kinderen bij die ouders weggehaald, ja? Ik ga het eventjes bakken. Dan hebben we zometeen tenminste wat te eten. Gaat ze bakken ook nog een keer? Ja, tuurlijk. Boekjes voorlezen. Eens even kijken. Opdracht. We hebben een nieuw item uitgevonden. Mega super grasverpester. Ja, die heb ik hier, ja. Probeer het uit. Het is best grappig. Grappig? Oh. De opdracht hiervoor volgt binnenkort. Groetjes, de Bami. De wat is? De Bami? De Bami. Oh ja. Maar eigenlijk is dat dingetje wat je dus hebt, is dus een machine. Maar blijkbaar, het ziet hem eigenlijk glimt wel goed. Maar blijkbaar hebben we die nu nog niet echt nodig, maar moeten we er eerst gewoon een beetje mee kloten. Zo hebben we dit niet nodig. Als we dat ding krijgen, dan hebben we het altijd nodig, ja? Ja, maar dat staat in het boekje. Het staat er binnenkort volgt de opdracht ervoor. Is binnenkort? Wie is binnenkort? Dat weet ik niet. Ik krijg alles via boekjes. Ik heb hier nog één. Het nieuwe TNT wat bezorgd is, moet getest worden. Werkt het nog wel onder water? Oh, mogen wij daar nu al dingen gaan opblazen, ja? Ik weet het niet. Ik heb ook geen bergen gezien, dus verwachten ze dat we hier de hele dag doorgaan of zo. Oké, morgen gaan wij dat dingetje gaan wij proberen gras op gras, denk ik maar, of zo. Waarom morgen pas, meneer? Omdat ik even hier rustig over na wil denken en ik ben een soort van, ik wil alles goed voorbereiden, snap je? Oké, man. Dat is net als Polen, dat werd ook niet zomaar even binnengevallen in de Tweede Wereldoorlog, toch? Dat is een beetje daar een opmerking om te maken, meneer. Ja, dat vind ik ook. Maar het was wel even om een punt te maken. En dan morgen hebben we ook nog... Moeten wij dus blijkbaar TNT, wat je net in je handen hebt... Moeten wij gaan testen of het wel of niet onder water werkt. Natuurlijk werkt het onder water. Wat denk jij dan? Nee. We gaan het allemaal wel zien. Morgen.